Volgens mij kwam ik er eigenlijk echt pas achter toen hij zich voor het eerst als Laurens voorstelde aan vrienden van mij in een café. En het enige wat ik dacht was, oh ja, die naam gekozen. Van alle namen die je kan kiezen, pak je dat. Ik heb altijd al gemerkt dat ik anders was dan andere kindjes. Ik wilde graag kort haar als kind, ik droeg jongenskleding, ik speelde met autootjes terwijl ik bij de poppenhoek werd neergezet. Dus dan was ik altijd al stiekem sneaky aan het lopen naar de andere hoek van de kamer. Als ik dingen deed die heel vrouwelijk waren, glitters, bloempjes, dansen, dan merkte ik altijd dat Lau het niet leuk vond. En dat was best wel lastig, want mensen gingen ervan uit dat we allebei hetzelfde leuk vonden. We deelden een kamer, maar we hadden wel vaak ruzie. We hadden een heel erg meisjesachtige kamer en daar voelde hij zich natuurlijk niet zo prettig bij. Het voelde niet als mijn kamer. En het was iedere keer weer een confrontatie met van dat ik me daar niet prettig voelde, zeg maar. En ja, ik ben heel blij dat ik nu mijn eigen kamer heb en dat ik die zelf kan inrichten. Ik heb een beetje een tussenfase gehad. Zo van geen hij, geen zij, gewoon Lau. Dat was een afkorting van mijn oude naam en de afkorting van mijn huidige naam. En naarmate ik steeds verder richting man ging, merkte ik dat ik steeds gelukkiger werd. We werden natuurlijk als kind heel erg naast elkaar gezet, omdat we zoveel op elkaar leken. Dus dan werden vooral de verschillen werden gezocht. En nu worden we juist naast elkaar gezet voor de overeenkomsten. Zie jij dat Laurens nu gelukkiger is? Absoluut. Ja, 100%. Waar zie je het dan? Hij is gewoon lekker zichzelf. Hij doet wat hij zelf leuk vindt. En nu dat Lau gewoon zijn leven leeft als man en ik als vrouw, kunnen we ook gewoon onze eigen dingen doen zonder dat het aan elkaar gespiegeld wordt. Dus dat is wel, ja, gaat beter. Is wel fijn.